ben Nabi Alzain, ik ben 17 jaar. Ik ben eigenlijk mijn hele leven al bezig met voetballen. Sinds ik klein was heb ik altijd wel best laag gevoetbald. Ik ben steeds hoger gaan voetballen. Op het moment speel ik bij FC Eindhoven. Ik voetbal daar nu al 7 jaar. Ik ben op mijn 10e daar begonnen. Het gaat goed. Ik hoop er nog eventjes te blijven. Ik speel op het moment als centraal aanvallende middenvelder. Ik heb ook vroeger op andere posities gespeeld voordat ik hier begon. Ik ben begonnen op de positie linksvoor. Ik heb ook in de spits gespeeld. Daarna merkte mijn coach dat het eigenlijk niet veel voor mij is. En toen heeft hij mij meer op het middenveld gezet. En begon ik daar beter te spelen. En ik merk zelf ook nu dat het meer mijn ding is. Ik train nu 4 keer per week. Tenminste met FC Eindhoven zelf. Maar ik train ook in mijn eentje af en toe. Dan ga ik gewoon naar het veld en dan pak ik gewoon wat pionnetjes en zo. Doe ik wat oefeningen zelf. Hebben we ook nog 1 keer per week wedstrijd. Hetgeen wat ik wil bereiken is natuurlijk als eerst profvoetballer worden. In een groot Europees team spelen. En natuurlijk in de Champions League gaan spelen. Dat is de grootste droom die er is. Mijn grote voorbeeld is Lionel Messi. Waarom? Die man is gewoon niet menselijk. Wat hij doet, zie ik niemand anders doen. Wat hij kan, ja, ik weet het niet. Hij is gewoon speciaal. Messi, ja. Mijn droomteam is FC Barcelona. Waarom? Ja, het is de mooiste club die er is voor mij. Hun voetbal is hetgeen wat mij gewoon aanspreekt. Niemand speelt het spelletje zoals hun, vind ik. Een mooie connectie met de spelers, met elkaar. Dat is toch de droom die ik wil meemaken. School en voetbal, ja. Als ik op school ben en ik heb bijvoorbeeld een belangrijke wedstrijd in die week, dan word ik meestal opgehaald met een busje en dan ga ik naar Eindhoven. En dan krijg ik gewoon verlof van school. En crossbar challenge, ja zeker. Laten we dat maar eens gaan doen. Je hebt de crossbar challenge gewonnen. Zeker. Goed gespeeld. Ik wens je veel succes met je voetbalcarrière. En dank je wel voor het meedoen. Ja, jij ook bedankt. Ik ga zeker mijn best doen.